YouTube! Ik ben Maris, ook wel bekend als CreaChick. En vandaag zit ik weer eens een keertje samen met mijn man. Ja, ik ben Rick. Ook wel bekend als? Ook wel bekend als... Oh, dit wordt weer een hele lange video. Ik ben Maris, ook wel bekend als CreaChick. En vandaag zit ik hier weer eens een keer samen met mijn man. Ja, ik ben Rick, ook wel bekend als CreaRick. Vind je dat geen mooie naam? Het is toch niet stoer? Ja, jij hebt het zo bedacht. Vorige keer gingen wij samen een action pakketje in elkaar knutselen. En dat was toen zo'n hertenkop voor aan de muur. Maar we weten nog steeds niet hoe dat heet. Zo'n muurdecoratieding. We gaan nu iets anders maken. Want we hadden toen op Instagram ook gevraagd welke we moesten maken. Want we hadden toen twee varianten. En die tweede variant hebben we dus nog steeds niet gedaan. Maar die gaan we vandaag doen. En we hebben twee verschillende doosjes. Een caravan doosje en het tipi doosje. En ik wil deze maken. Ja! Dus jij mag die. Nou, mag ik een keer kiezen? Vorige keer mag jij als eerste kiezen. Dat is toch heel leuk? Is dat zo? Weet ik niet. Ik heb nog geen idee wat het eigenlijk wordt. Volgens mij gewoon een soort van decoratie dingetje of zo. Misschien moeten ze op de achterkant ook niet alleen zeggen van hoe je het moet maken, maar ook wat het is. Jij maakt gewoon een tipi, dat is wat het is. En ik maak een caravan en dat is wat dit is. En wat je ermee doet, dat moet je zelf uitzoeken. Oké. Denk ik. Oké. Ja, hij is... Het ziet eruit als een leuke puzzel. Maar ook goed, hierop stond dat we eerst de zijkanten van het MDF wit moeten schilderen. Oké, maar daar moeten we mee beginnen. We moeten de randjes even wit verven, want ik denk dat je anders dit hout zo blijft zien. Dus we gaan met dit hele goedkope, gierige kwastje. Gaan we dat ook echt gebruiken of ga ik even goede kwasten pakken? Ah nee, we doen het hier gewoon mee. Het is we doen het zielige verf, mee. Dus. Het zijn inderdaad niet de lekkerste kwastjes, hè? Nee joh. Maar ik doe eerst wel even alles. Nee, maar ik doe niet de onderkant, want daar staat hij toch op. Jij bent de onderkant aan het doen. Dat zie je toch niet? Daar staat hij toch straks op. Ja. Je had niet gezegd dat ik ook moest nadenken voor deze video, hè? In de vorige video vroegen we aan jullie helemaal aan het einde welke creatie jullie het mooiste vonden. En toen had jij de meeste stemmen gekregen, maar die was dan ook wel het mooiste. Zo? Ja, ik geloof hem wel. Ik heb eigenlijk niet echt meer gekeken. Nou, verbaas me eigenlijk niet. Nou, ik vond toen die van jou ook het mooiste. Ja, ik ook. Dus ik denk ook dat jij ook de meeste stemmen had gekregen. Maar aan het einde van deze video mogen jullie ook weer stemmen. En ik ga dit keer wat beter mijn best doen. Dus ik heb een heel mooi wit randje gemaakt. Ja, maar het is nu ook niet echt eerlijk. Want je hebt iets heel anders dan ik. Want toen hadden we min of meer hetzelfde. Ja, dat is waar. Dus het is nu van, ja, vind je een tipi niet leuk? Ja, dan ga je natuurlijk niet op de tipi stemmen. Dat snap ik ook wel. Oké, dus we doen het dit keer niet. Jawel. Ik zit net te vertellen dat we dat straks gaan doen. Ik wil even goed weten of ik van je kan winnen. Nou, we doen het Ik denk toch. Dat iedereen... Oké. Ik ben klaar met schilderen, denk ik. Nou ja, ik geef nu een tweede laag, maar het is eigenlijk helemaal niet eens nodig. Kijk maar, hij is op zich best wel goed gedekt. Want we hebben weer van die plakkertjes erbij gekregen. Heb je dat gezien? Ja. Ik vind het dus best wel lelijk om het met dit te doen. Ja, dat vind ik ook niet zo heel mooi. Moet ik er gewoon even lijn pakken? Ja. Welke wil jij? De prit of de goedkope? Ik heb van CreaChick geleerd dat deze beter is. Ja. Die plakt wat minder klonterig, maar dan neem ik deze wel. Dat is niet erg. Oh, maar kijk. Ik kan die bus helemaal versieren met allemaal van die hippie stickers. Oh, kijk nou. Oh, alles wat mis. Dus als je zo'n pakketje wil maken, moet je nog wel zelf je eigen lijm regelen dus. Oh, en de verf duurt best wel lang voordat hij droog is. Ja, omdat je 7 lagen over elkaar heen hebt lopen smeren. Kijk, dit deurtje bij mij kan er dus uit. Ja, kijk. Ik heb dat hier met het driehoekje. Oh, dat heb jij? Ja, dat vind ik echt superleuk. Ik heb dat hier. Dus je kan ook echt in het caravannetje spelen. Weet je hoe leuk onze kindjes dat gaan vinden? Oh, word ik iets te enthousiast? Ondertussen. Weet je wat we een keer gaan doen? Wij gaan een keer zo'n bij de een of andere kringloopwinkel zo'n heel oud houten poppenhuis kopen. En die gaan we een hele makeover geven met nieuwe behangetjes erin en lichtjes mag jij er dat in maken. Ja. Dat gaan we doen voor de volgende video. En weet je wat ik ook nog heb? Ik heb ook nog een televisietje dat echt werkt. Oh, vet cool. Maar dan moeten we eerst even kijken of we ergens zo'n oud poppenhuis kunnen vinden. Mocht je die nog hebben, stuur hem op. Want dan gaan we daar iets heel cools van maken. Dat heb ik echt zin in. Nou, vind ik wel een goed idee. Nou. Je hebt hem al helemaal in elkaar.
Wat schattig, maar je hebt hier nog wel wat kiertjes. Moet je eigenlijk ook nog even schilderen. Ja, maar kijk, dan moet ik eigenlijk dat hele ding schilderen, want dit zie je toch ook tussendoor. En dat gat van binnen moet het dan geschilderd worden. Daar heb ik toch nooit genoeg verf voor. Ja, we gaan het gewoon proberen. Volgens mij heb ik hem verkeerd omgedaan of het past gewoon net niet helemaal lekker. Dat zal het waarschijnlijk zijn, denk je ook niet? Tadaa! Hij zit in elkaar. Maar inderdaad, je kijkt wel een beetje tegen de achterkant hier zo aan waar je nog dat hout ziet. Dus ik snap wel dat jij dat er nu helemaal wit zit te maken. Want ik snap niet waarom je anders die randen wit had moeten maken als je alsnog overal dat hout ziet. Ja, die is ook helemaal mooi wit. Zie je dat? Wat een valsspelers, joh. Ja, dus we moeten hem wel helemaal mooi wit maken eigenlijk. Oké, maar dan ga ik wel van een andere kwast pakken. Ik heb meteen een placemat meegenomen en een kwast. En toen ik een kwast aan het pakken was, toen kwam ik ook witte acrylverf tegen. Kijk, het dekt net zo slecht hoor. Het is gewoon dezelfde verf. Ja. Nou, ik weet niet of ik hem nou echt heel veel mooier vind geworden met dat witte. Maar ja, dat hadden ze er eigenlijk nog wel bij mogen doen. Iets van een of ander, net zoiets als dit, waar aan de buitenkant zo'n plakplaatje, dat dat ook aan de binnenkant geplakt had gezeten. Dat was het heel simpel opgelost eigenlijk. Ja, dat is waar. Dat hadden we ook wel zelf mooi kunnen gemaakt. Maken natuurlijk. Ja, had gekund. Maar we hebben hem nou al geschilderd. Ik ga er lampjes in maken. Echt? Ja. Dat is wel heel schattig. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dat heel mooi gaat zijn. Krijg ik ook lampjes? Nee, weet ik nog niet. Je gaat kerstverlichting verknippen? Ja, dus ik haal dit uit elkaar en dan doe ik denk ik gewoon twee lampjes gewoon hier. Ja, dan ga ik beginnen met versieren. Oh, nou is mijn stoeltje stuk. Kijk nou, het is niet te doen om deze kleine stukjes eruit te pielen. Ik denk dat ik nog nooit zo snel ergens lichtjes in heb gebouwd. Ben je al klaar dan? Ja, ik moet ze zo nog even vastlijmen en dan is het klaar. Ik heb nog mijn stoeltje stuk gemaakt. Oh, nou maar kijk. Ja, super gezellig. Donker, ja. Donker gat. Ja, gezellig. Superleuk. Ik begrijp deze associatie niet zo heel goed. Van die diamantjes? Ja, wat heeft dat met niks, maar je moet typie toch, te maken? Je moet er toch iets op plakken? Ik moet zeggen, ik vind dit toch wel vrij lastig. Omdat ik begrijp het niet zo heel goed. Maar je snapt niet wat je erop moet plakken? Ja, ik begrijp sommige dingen gewoon niet. Kijk, deze is wel leuk, maar die ligt zo voor de hand. Als ik die hier plak, dan ben ik gewoon aan het namaken. En ik zie nu dat als ik dit hieronder doe, dan maak ik het ook gewoon na. Maar het is gewoon de logische plek om dit te plakken. Maar dan doe je dat toch gewoon? Lampionnetjes. Oh, dat is wel leuk. Oh. Moet je, wil je die ook? Moet je zo'n slinger tekenen? Wil je die ook? Nee, ja, nee, dat matcht niet bij mijn thema. Ik heb iets gevonden wat niet... Dit vind ik niet eerlijk. Wat dan? Nou, moet je kijken. Hoeveel ruimte heb ik hier? En hoeveel ruimte hebben zij? Kijk, ze hebben dat hele vlak hier niet. Want dit heb je niet geplakt? Nee. Kijk, en dan plak ik hem nu zo en dan is het super druk. Ja, dat vind ik juist wel mooi eigenlijk. Ik vind dit mooier dan dat. Oh. Ja, maar jij stemt niet. Nou, wij vinden dit allemaal mooier. Dit is goed. Als je op vakantie gaat en je krijgt zo'n sticker van dat je in San Francisco of in Turkije, weet ik veel wat ik allemaal heb, New York, van die stickers heb, waar plak je die dan op je camper? Op je koffer plak je die. Ja, maar in dit geval plakken ze hem op een caravan, denk ik. Want anders heb ik deze dingen niet. Maar waar plak je die dan? Maar ik zou ze juist aan de binnenkant doen. Dat als je door het deurtje heen kijkt, mooi verlicht, dat je dan iets op de muur ziet. Nou, dat is toch niet eens slecht. Nee, hè? Dat is echt een superleuk idee. Kijk, het zijn net allemaal van die hele kleine schilderijtjes die erin hangen. Ja, ja, eigenlijk moet ik er nog zo'n zwart lijstje omheen maken of zo. Maar dat doe ik niet. Maar dat, maar dat doe ik niet. Oeps, geen Italië. Daar waren ze niet geweest. Geen Italië? Geen Italië. Weet je wat ik dacht? Ik dacht, weet je wat ik doe? Ik doe hier van die veertjes. Laat maar raden, dat hebben ze op de doos ook. Ja, niet origineel. Het geeft niet. Het geeft niet, schat. Het is niet erg. Maak gewoon een doos na. Niemand vindt het erg. Zou ik mijn lampje vanuit het dakje mogen hebben? Kan dat? Ja, maar het is wel leuk dat het lampje in dat plafonnetje zit. Kijk, nou, past
perfect ernaast. Jeetje, inderdaad. Past echt precies. Ja. Want dan hebben ze echt zo'n lampje hier zo. Dan moet er eigenlijk nog een heel klein tafeltje in. Maar goed, dat gaan we dan wel weer te ver. Maar dat zou wel heel schattig zijn. Dat gaan we zo wel doen. Ja, leuk. Hij wordt toch super leuk? Ja. Kijk nou hoe leuk die is. Het is echt hartstikke leuk. Zit je nou toch heel te mopperen? Nee, ja. Of ben je nu tevreden? Nee, ja, ik begin nu tevreden te worden. Omdat ik gewoon eigenlijk alles doe wat niet hoort. Nee, maar... Waardoor het juist leuk wordt. Oh, ik vind hem leuk. Nou, volgens mij zijn we klaar. Ik het ook. Ik vind die lampjes echt een hele leuke toevoeging. Dat is zo schattig. Ja, bij mij zie je hem dan expres ook nog, zodat het net het lampje van de caravan lijkt. Ja. Dat hij daar echt hangt. Vind ik een heel leuk idee. Ja, toch? Ja, echt heel schattig. Hoort er natuurlijk helemaal niet bij. Dat krijg je er ook helemaal niet bij. Maar mocht je nog oude kerstverlichting hebben op batterij, je kan hem hier gewoon tussen lijmen. Nou, sterker nog, als je toch in de Action bent om zo'n ding te halen, dan neem dan ook meteen even zo'n setje met van die lampjes zouden mee. Zouden ze die het hele jaar verkopen? Maar dat weet ik ook niet. Maar hadden ze toevallig nog liggen. Nou, ik heb wel de achterkant gedaan, want jij hebt alleen de voorkant gedaan. Ja, daar moet je niet naar kijken. Ik heb wel de voorkant gedaan en dus ook de achterkant gedaan. En toen waren ook echt de velletjes op. Er zat bijna niks meer op. Alleen nog flamingo's, maar die had ik kapot gescheurd. Dat vond ik wel. Die plaatjes die erbij zaten, die gingen wel heel moeilijk los. En sommige scheurden ook. Ook die flamingo's waren ook kapot gescheurd. Ja. Dus dat vond ik wel een beetje jammer. Dus ik weet niet of dat aan mijn ontaktvolheid ligt. Maar nee, ik had het redelijk voorzichtig. Ik deed het ook heel voorzichtig. En ik had ook een paar keer dat er gewoon iets stuk ging. Dus. Maar ik vond het wel heel erg leuk om te maken. En hij was geloof ik... Ik weet de exacte prijs niet meer. Maar volgens mij was hij €1,99 voor dit hele setje. Dus... Dan vind ik het toch een hele geslaagde... Ja, zonder lampjes. Ja, oké, zonder lampjes. Ik denk trouwens dat onze kindjes er hier heel veel mee gaan spelen. Met hun kleine diertjes die allemaal op vakantie gaan in de caravan. Ja, en dan hier slapen in de tent. Als je deze video leuk vond, geef deze video dan eventjes een like. En Rick die was heel nieuwsgierig als jullie ook zoiets gaan maken. Hoe die van jullie er dan uit komt te zien. Ja, absoluut. Dus mocht je nou dit maken en bij de Action hebben gehaald. En, of je hebt het al gemaakt, stuur even een foto naar ons. Dat vinden we heel leuk om te zien. Dat kan op Facebook of op Instagram. De links staan hier beneden in de omschrijving. Mocht je het nog niet gedaan hebben, abonneer je dan ook meteen eventjes. En druk op het notificatiebelletje dat ernaast staat. Dan krijg je een melding op het moment dat er weer een nieuwe video online komt. Dus dan mis je ook geen video's meer. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. En tot snel weer. Doei! Doei. Oh, weet je wat we helemaal zijn vergeten? Het stemmen. Oh ja. Je moet trouwens nog eventjes stemmen welke je het leukste vindt. Die van Rick of die van mij? Dat kan hier linksbovenin. Ja.